De burger dichter bij de boer brengen. Dat is het doel van Stichting Boerbewust tijdens de Kids Tour de Boer. Vandaag zijn er 6 boerderijen in Horssen in het teken van deze activiteiten. Kinderen fietsen langs de verschillende boerderijen voor leuke activiteiten en lekkere hapjes. Zeugenbedrijf Kampschoor is sinds kort ook een van de deelnemende boerderijen van Stichting Boerbewust. En om dat te vieren wordt vandaag het bord van Stichting Boerbewust onthuld. Nou ja, eigenlijk wel heel erg leuk om te zien. Dat bord dat wordt bij de boerenbedrijven geplaatst. Dat kunnen veeteeltbedrijven zijn, dat kan ook landbouwbedrijven zijn. En dan kunnen we eigenlijk toeristen, maar ook alle omwonenden en inwoners van de gemeentes kunnen zien wat er daadwerkelijk binnen de stalmuren of op het land plaatsvindt. En ook boer Theo vindt het belangrijk dat mensen weten waar de boerderijproducten vandaan komen. Dat ze kunnen zien waar het vlees geproduceerd wordt, de dieren, de melk. De melk dus niet uit de pak uit de fabriek komt, maar van een koe afkomt. De eieren van de kippen, de aardappelen uit de grond. Ja, dat ze een beter idee hebben hoe het reilt en zeilt. Vandaag kunnen de gezinnen bij verschillende boeren langs om een kijkje te nemen. Het is dat je rond kan fietsen en naar allerlei boerderijen rondgaat. En bij de ene kan je sminken, andere eten, andere drinken en koeën knuffelen. Langs de koetjes, je kan varkentjes aaien, je hebt een springkussen hier en het is verder rest heel leuk. Ezels aaien, poffertjes eten, limonade drinken en biggetjes aaien en andere dieren aanraken en voelen en dat soort dingen. En wat vind je het leukste? De biggetjes aaien, poffertjes eten, springkussen, opening van het bord? De opening van het bord. Hey, hoe voelt het nou om die biggetjes lekker te aaien? Fijn. Beetje kaal en zacht. Coördinator van Stichting Boerbewust hoopt met het organiseren van dit soort dagen dat boeren in een positiever daglicht komen. Nou, sowieso is er natuurlijk in de media hoor je heel veel negativiteit over de boeren. En niet altijd uiteraard terecht. En onze boeren die willen gewoon laten zien hoe het echt op de boerderij eraan toe gaat. Hoe zij met de dieren omgaan, hoe ze met duurzaamheid omgaan, een stukje innovatie. En dat zij echt heel veel doen voor de maatschappij eigenlijk ook. En voor het milieu, natuur. En dat is wel heel erg mooi dat zo samenkomt.